Henk, de bekerwedstrijd tegen MVV is nog maar net achter de rug. En daar staat Top Os alweer voor de deur. Hoe blij ben je met de wedstrijd tegen MVV? Ja, goede dingen gezien. Er zit weer voetbal in. Verdedigend vrij goed. En ik vind de MVV een goed voetballende ploeg. Dus hebben we keurig gedaan. Is iedereen ongeschonden uit de strijd gekomen? Ja, we beginnen goed fit te worden. Dus we hebben weer wat meer keuzes. Hè, maar we hoeven niet zoveel te wisselen. Het staat vrij goed. We hebben schorsing, Remco Balk. Dus dat moeten we oplossen. En voor de rest ziet het er goed uit hoor. Is het al bekend hoe je dat op gaat lossen, die schorsing van Remco Balk? Jawel. Ja, Wiebe gaat daar spelen, Wiebe Kooistra. En die verdient het ook wel, hè. Doet het goed. En we moeten altijd om zijn belasting denken, maar daar moet hij ook een keer doorheen. En dit is wel het moment toch? In het verleden werd er ook wel eens geschoven met Michael Breij naar de zijkant. Daar kies je dus nu niet voor. Je kiest voor een jonge jongen als Wiebe, een harekiet. Waarom kies je daarvoor? Omdat het een harekietje is. Nee, maar dat vind ik mooi. Nee, maar ik wil Michael Breij moet mooi op middenveld spelen. En die jongen die levert daar zo'n energie en die scoort vanuit die positie heel makkelijk. Ja, die haal ik me niet weg. En die laat ik staan. Die brengt energie aan de hele ploeg, maar ook aan het middenveld. Ja, en komt hij in die positie, had hij van de week ook weer laten zien. Ja, dan scoort hij makkelijk. Hè? En we hebben een aantal jongens die schieten makkelijk binnen. Dus ja, dan moet je zoveel mogelijk in de positie houden. Ik zit prima in mijn vel, absoluut. En ik scoor geen massages. En als team zijn we ook weer omhoog aan het gaan qua voetbal en qua strijdlust en alles. Dus ik zit prima in mijn vel. Je hebt je dit seizoen echt ontwikkeld op de teampositie. Ben je nog beter geworden dan dat je al was? Of is het simpelweg gewoon die andere positie? Nee, ja, tuurlijk. Ik hoop dat ik me wel heb ontwikkeld sinds een paar jaar. Alleen, ik heb altijd gezegd dat ik een nummer 10 was. En op de zijkant heb ik het naar behoren gedaan. Maar ik vind de teampositie gewoon het fijnst. En ik denk dat er nu ook wel goed uitkomt. Komt er nu zeker goed uit, want volgens mij heb je nu al je productiefste jaar ooit bij SC Cambuur. Heb je voor jezelf een bepaalde doelstelling waar jij naartoe wilt? Nee, ik bekijk het eigenlijk altijd per wedstrijd. En natuurlijk, er is mij altijd best wel verweten dat ik te weinig score en te weinig assist gaf. Dus ik ben blij dat ik dat nu wel heb. Alleen, ik ben nooit echt heel erg bezig met statistieken en dingen. Ik vind ook, je moet de bal naar de goede kleur spelen en een goede pot leveren. Alleen, ja, het is natuurlijk wel fijn als je ook je goals en je assist geeft. Dus het is wel een lekker gevoel. En los van je goals en assists ben je natuurlijk ook belangrijk in het druk zetten, in het storen, team op sleeptouw nemen. In het verleden werd je ook wel eens op de rechtsbuitenpositie neergezet. Dat lijkt nu niet het geval voor morgen, ondanks de schorsing van Remco Balk. Is dat ook een teken dat daar dus vertrouwen in jou is op die teampositie, denk je? Ja, zeker. Daar had ik ook geen twijfel over hoor. Het is alleen soms moet je door omstandigheden schuiven in je team. Maar ik ben blij dat ik gewoon op het middenveld blijf staan en dat waarschijnlijk iemand anders aan de zijkant gaat staan. En in het ergste geval kan ik ook wel naar de zijkant, maar ja, ik ben gewoon een nummer 10 en ik voel me daar als een vis in het water. En je hebt natuurlijk dus vertrouwen in Wiebe. Hoe bizar vind je eigenlijk zijn ontwikkeling? Hoe snel gaat dat? Ja, maar dat gaat heel snel. Maar ik vind dat sowieso de jeugdopleiding vind ik leuk. Hè? We hebben van de week ook weer Tyrik hebben laten debuteren. En ja, dat is eigenlijk wekelijks zo. Ik vind de jeugd ontzettend goed bezig. Ik vind de opleiding vind ik echt leuk. Ik heb er dan zelf even 2 maanden in mogen werken. Ik vond het geweldig. Ik heb echt genoten van die kinderen, maar ook van de trainers. Hoe serieus die met voetbal bezig zijn, maar ook plezier maken met die kinderen. Ja, ik heb daar echt een fantastische 2 maanden gehad. En nu kan ik daar gebruik van maken. Geen enkel probleem. Het wordt leuk om te zien hoe dat gaat. Top Os is de tegenstander. Wat verwacht je van die wedstrijd? Elke week zei je het zelf. Het is een lastige tegenstander. Dat is ook zo. Er zitten ook een paar jongens bij die. Gio, Kelvin. Je hebt jongens die weten hoe we spelen. Hè? Dus ik weet niet of ze spelen. Maar het is ook een leuk weerzien met die jongens. Hè? Maar wij moeten gewoon ons eigen ding doen. Hoe zij ook spelen. Hè? Ze wisselen wel eens wat van systeem. Maar wij moeten gewoon ons eigen ding doen en dat kunnen we.
Het was natuurlijk wel weer even omschakelen hè, van andere speelsysteem. Maar ik denk dat we daar letterlijk elke dag mee bezig zijn. En ik denk dat dat de goede kant op gaat. En morgen moeten we het tegen Top Os laten zien. En daarna komen nog 3-4 wedstrijden aan waar je het ook gewoon moet laten zien. Alleen het is wel ook leuk om te zien dat je ziet dat we stappen maken. En niet dat het een beetje zo gaat, maar dat we echt stappen maken. En ik moet ook daarbij zeggen, het is nog niet fantastisch. Maar ik denk dat we daar op een gegeven moment wel gaan komen.